Waarom mogen we in welke naam ben je? Want ik wil de grote weten dat ik meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Die zijn komende woensdag. Martijn van Helvert. Hij kent Limburg en Limburg kent hem. Ik heb de indruk dat u elkaar al redelijk kent. Och, al hoeveel jaren? Nou, ik denk een jaar of 38. Ja, dat is de overbuurjongen. Okay. Heeft met die van ons in de zandbak gespeeld. Hij staat 16e op de CDA-lijst, zit al 2,5 jaar in de Kamer en maakt zich hard voor Limburg. Als we met dezelfde enthousiasme in Limburg investeren als dat we investeren in Den Haag, dan maken wij Limburg, maken wij Nederland met de Limburgse economie een stuk groter. Maar dan verdienen we wel de investeringen die ze in de Randstad ook krijgen. Meer dan in de meeste andere provincies stemmen Limburgse kiezers vaker op een kandidaat uit de regio, meldt bureau INO Research. 1 op de 5 kiezers doet dat. Ik vind het wel belangrijk dat iemand uit Limburg in de Tweede Kamer komt. Ja, ja, het liefst wel een politieke partij uit Limburg, want ja, wij wonen in Limburg. Toch letten veel kiezers ook hier woensdag op de nummer 1. Er wordt natuurlijk ook sterk op de lijsttrekker gelet. En de grote vraag komende woensdag is of Buma met zijn CDA ook in het zuiden doordringt. Omdat hij natuurlijk zelf uit het noorden komt. Het is de laatste zaterdag voor de verkiezingen. Het is goed weer en dus druk op straat. De kans voor partijen om nog stemmen te winnen. Ook hier in Limburg, want veel kiezers zijn er nog niet uit. Het zweeft nog altijd zoveel boven de grond. Ik weet het nog niet zeker. Ik moet me eerst eens een beetje meer verdiepen daarin. U heeft GroenLinks en CDA hier bij de hand. Maar vooral omdat het hele goede bekenden van me zijn, ja. Ook dat nog, 2 goede bekenden. Zie daar woensdag maar eens tussen te kiezen.